En hoe zit dat nu na al dat gekrakeel met die begroting? Is het tekort nu 5,8% of 6,1% van het BBP? 13,5 miljard euro of 15,2 miljard? De hele kwestie ligt hem bij de verlaagde BTW op energie en of die dan al dan niet gecompenseerd wordt met hogere accijnzen. En premier De Croo moest zich in bochten wringen van we zullen compenseren tot we zullen op termijn compenseren. Ik betreur dat er een materiële vergissing gemaakt is. Er staat zeer duidelijk in de begrotingsdocumenten dat dit een hervorming is die budgetair neutraal moet zijn. Gaat dat budget neutraal zijn? Want dat is wel belangrijk. Anders loopt het bekort nog meer op en riskeren we het echt wel op het strafbankje te geraken. Wel, die hervorming die hebben we berekend. Op een basis om ze budgetair neutraal te maken. We gaan die natuurlijk stap voor stap invoeren. En als de prijzen zeer hoog blijven, ja, we gaan niet opeens de tarieven nog eens bijkomend doen verhogen op basis van fiscaliteit. Maar de redenering waar we zeggen, kijk, er komt een compensatie, die wordt gevolgd door de Europese Commissie. Ja, stof tot debat. Welkom Nawal Farhi van CD&V en Wouter de Vriend van Groen. Vivaldi, meerderheid in de Kamer. Theo Franken, N-VA, oppositie. En ook Jonathan Holslag, specialist internationale betrekkingen aan de VUB. Meneer Holslag, we hebben u ook gevraagd omdat we het ook nog willen hebben over België in het buitenland. Met name het bezoek van de premier aan Oekraïne. Maar toch eerst eens bij die begroting, want daar bent u ook mee begaan. Hoe kijkt u naar het feit dat we en de slechtste begroting hebben van de Europese Unie en naar al dat gekrakeel? Ik vind eerst en vooral dat de verkeerde persoon is opgestapt. De manier waarop dat de premier dit dossier heeft beheerst, vind ik getuige van weinig eerlijkheid en integriteit. Integriteit. Ik denk dat wat gezegd is vanuit de commissie, de kritiek en de bezorgdheid die ten opzichte van ons land aan de dag gelegd wordt, terecht is. En we hebben natuurlijk de extra uitgaven als gevolg van de energiecrisis. Maar onderliggend hebben we natuurlijk ook tekorten die structureel zijn. En ook dat, denk ik, vermeldt de Europese Commissie zeer expliciet. Ten andere ook onze kredietbeoordelaars. En ik vind dat deze regering daar eerst en vooral weinig oplossingen voor heeft gezocht. En twee, de manier waarop dat er gecommuniceerd is rond de begroting en ook de manier waarop mevrouw De Bleker behandeld is, vind ik getuige van heel weinig tact en integriteit. Het is ook niet de eerste keer. Ik herinner me recent een debat met de premier in de afspraak, denk ik dat het was, waarin hij gewoon staalhard volhield dat de activiteitsgraad in Wallonië of het Franstalige gedeelte sinds deze regering is gestegen. Terwijl, als je dat dan achteraf nakijkt, dat gewoon niet het geval blijkt te zijn. Ja, dat boezemt weinig vertrouwen in. We leven precies in een parallel universum. Ik weet niet wie dat uitgelegd krijgt straks als ze naar de Belgen gaat, naar Rode Duivels gaat kijken. Dat je durft beweren dat je verantwoordelijke politici bent en dat je de slechtste begroting van Europa hebt. Allee, ik snap dat niet. Ik begrijp dat niet. Het heeft blijkbaar te maken met de allerslechtste begroting. Maar kom zeg, die is overal. Overal zijn er crisisuitgaven gebeurd. Deze regering heeft verkeerde keuzes gemaakt en geen hervormingen gedaan. De enige hervorming die ze hebben gedaan is de pensioenhervorming. En die kost netto meer dan dat ze zou moeten opbrengen. Dus dat is niet ernstig. Meneer De Vriend maakt een heel belangrijk punt. U zegt, leg dat maar eens uit aan de mensen en de ondernemers vandaag. En dat is ook zo. Mensen voelen op dit moment heel veel onzekerheid. Ja. Als we die begrotingstekorten, die schuld blijven meesleuren de komende jaren, de rente op die schuld neemt toe, wie gaat dan binnen een aantal jaren uitleggen aan die mensen, aan die ondernemers, dat de broekriem nog veel harder moet worden aangehaald, dat er investeringen moeten gebeuren die nu niet plaatsvinden. Dus inderdaad, nu is er stress, maar in de toekomst zal er nog veel meer onzekerheid zijn. Als we nu... Het zal zijn zoals met de vorige paarschone regering. Minstens 10 jaar herstel zal nodig zijn. Minstens 10 jaar austeriteit. Minstens 10 jaar herstel om recht te zetten, proberen recht te zetten wat jullie nu allemaal aan het kapot maken zijn. Budgetair en mijn partij. Van, dat is inderdaad het verschil. Jullie hebben het slechtste begrotingsparcours gereden van heel de Europese Unie en wij niet. Ja. Ja, dat is inderdaad het verschil. Sociale bescherming, meneer Frank. Maar sociale bescherming op de kap van de sociale stabiliteit in de toekomst, denk ik. Ik hoor meneer Franke zeggen dat er niets is gebeurd in deze regering, maar het tegendeel is waar. Hè. Het zorgpersoneelfonds, CD&V, vergroening. Ja, oké, maar het is niet... De hervormingen komen er nog aan. We hebben een plan. Hè. We hebben een pensioenplan met de CD&V ingediend. We zullen zien. Het fiscaal plan zal er in december aankomen waarbij dat de lasten voor de arbeid zullen zakken, bij de mensen netto meer zullen overhouden. Ja, we moeten ook wel
eerlijk zijn met elkaar. We hebben een crisis doorgelopen die we eerder niet hebben gekend. Hè, want in Zweeds is dat ook niet allemaal makkelijk verlopen. Maar we hebben wel een crisis gehad en twee achtereen. Coronacrisis en de energiecrisis. We hebben de asielcrisis gehad en de aanslagen. Dus we hebben ook bijkomende uitgaven moeten doen. Eenmalige uitgaven. Maar niet zoals dit legislatuur. Dat vind ik toch wel mee beamen. Dat is niet te vergelijken. Als je het groter bekijkt, wij zijn sinds de bankencrisis in 2008, is het West staat onder druk. En hebben we crisis op crisis op crisis. Wie zegt dat de volgende regering geen grote crisis gaat hebben, die is dwaald. Er zullen ook opnieuw grote crisissen zijn. Waarom? En dan opnieuw geopolitieke... zullen we verantwoordelijkheid moeten nemen voor de burgers. Als de geopolitieke situatie bekijkt, dan gaat dat ook de volgende regeringen zijn. En net daarom is het proberen in balans houden van uw begroting zo belangrijk. Want als je praat over de burgers van nu, dan zijn dat de burgers en bedrijven ook van morgen. Die gaan proberen er het beste van te maken. Dan moet je niet zoveel geld uitgeven op zo'n onverantwoorde en niet doelmatige manier. Het is een symbool, het is een illustratie wat ik zag van een bereidheid om eigen taboes te laten vallen. We moeten voorbij die symboolpolitiek. Het is een principiële houden. Ik zeg u dat er compromisbereidheid moet zijn, dat we de zaken moeten samenleggen en dat we daar met een aantal principes... Een aantal woorden dat meneer De Vriend nodig heeft om hier zijn punt te maken, staat omgekeerd evenredig tot het aantal beslissingen en hervormingen dat de regering neemt. En dat is het probleem. En ik geloof daar niet in. Want het interessantste zinnetje van meneer De Vos, dat was dat deze regering te laf is om te besturen en te laf is om te vallen. En de dupe daarvan zijn de burgers en bedrijven in dit land. En dat is bijzonder cynisch. Het is heel makkelijk om kritiek te geven, meneer Franken. Heel makkelijk. Maar kijk in eigen boezem. Kijk in, wat zijn de hervormingen van de Vlaamse regering? En ik wil het niet afschuiven op Vlaanderen, maar wij doen pogingen en we moeten absoluut beter doen dan vandaag om die hervormingen over de arbeidsmarkt te hervormen. We hebben de salarissen vergroot. We hebben de pensioenen opgetrokken. De armoede in ons allemaal land. Allemaal meer uitgaven. Niet door elkaar. Meer uitgaven. Armoede. De enige oplossing is meer overheidsuitgaving. Wat is jullie concreet voorstel om de arbeidsmarkt te hervormen? De werkloosheidsuitkering beperken in de duur is ons voorstel. Wat hebben jullie gedaan? De werkloosheidsuitkeringen zodanig verhoogd en je wilt er nu nog 3% bij doen, zodat de mensen met een laag inkomen niet meer willen gaan werken. Omdat ze beter gaan lopen. Dat is het probleem.